Cornel uit Middenmeer is zelf achter een vermeende pedofiel aangegaan, maar een halve dag later gaat het alweer mis. Hij stuurt... Een hartje, terwijl hij dus net een halve dag geleden heb ik hem naar bureau gebracht en schijnbaar... Dit stuurt hij nu al naar je dochter? Dit is net weer vanochtend om 11:15. Al maanden gaan er op Facebook berichten rond over André K. uit Alkmaar. Hij zou vieze berichten naar jonge meisjes sturen. Ook de 2 12-jarige dochters van Cornel krijgen berichten. Maandag komt hij in actie en gaat met een vriend naar het huis van André K. Maar dan komt er dus een mannetje naar buiten die je dus nog niet eens bij mijn navel kon, bij wijze van spreken. En dan zie je eigenlijk gewoon een vies zielig kereltje gewoon. Wat heb je tegen hem gezegd? Ja, dat hij dit keer de verkeerde meiden te pakken had. Hij brengt hem naar het politiebureau, maar doet er geen aangifte. Cornel krijgt te horen dat dat later bij de zedenpolitie kan. André K. wordt maandag ook niet aangehouden, maar Cornel weet wel zeker dat hij achter alle berichten zit. Ja, 500% zeker. Hoe weet je dat zo zeker? Ja, dat is maar een ingeving of een gevoel of hoe je het ook wil noemen. Ik bedoel, maar niet op basis van feiten dan? Nou ja, de feiten die ik gezien heb op internet. In Alkmaar hebben veel mensen het over de vermeende pedofiel. Annie Hoed volgt alle berichten en is al weken bezorgd. Ze staat volledig achter Cornel. Ik vind het een goede actie. Ik bedoel, er zijn ook heel veel mensen die het gewoon negeren en die hem met hand boven het hoofd houden. Die dus zeggen van nee, het is niet zo, het is een oude meneer, te zielig. Maar ik heb wel respect voor deze vader. Cornel geeft niet op. Hij is van plan om de man weer af te leveren bij het politiebureau en fantaseert ondertussen over de mogelijkheid om hem zelf aan te pakken. Gaan we het iets op een iets minder vriendelijke manier doen? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ga je hem dan bedreigen? Ja, en meer. Maar dat zal wel moeten. En ik weet dat het stom is om te zeggen, maar ik bedoel... Maar dan krijg jij de politie op je dak. Ja, weet je, oké, maar dit schiet er nu op dit. De politie laat weten dat er al langere tijd een onderzoek loopt naar André K. Zij roepen iedereen op om niet voor eigen rechter te spelen en het onderzoek aan de politie over te laten. Advocaat Pamela Willemsen legt uit waarom het onverstandig is het heft in eigen handen te nemen. Ik zou het niet zelf niet zo snel online zetten. Hè? Ik begrijp ouders die dat doen hoor, want die hebben zoiets van ja, wat hij mijn kind aan heeft gedaan, kan hij andere kinderen ook aandoen. Dat is heel begrijpelijk. Maar het online zetten van video's waarin de verdachte met naam en toenaam wordt genoemd, kan nadelige gevolgen hebben. Je loopt een risico als je dat soort materiaal op internet zet met bijvoorbeeld naam en toenaam erbij. Die persoon later onschuldig blijkt, dat zijn naam door het slijk wordt gehaald. Ook kan het zo zijn dat de rechters uiteindelijk die persoon een strafvermindering kunnen geven, omdat die hele procesgang al last heeft gehad van de media. Als je beeldmateriaal hebt, zeker bewaren, hè, als bewijs in de strafzaak. Maar om dat nu al op social media te zetten, zou ik niet doen.